investment. Look, let me make it very clear. India will buy oil from wherever it has to for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I'm doing well. Why are you here in the WEF? Why am I here? It's a great place to meet people, to tell them about what's happening in India, to transact business, and do a host of other things. Listen, there's so many Indian states here. Why are they competing on this one street? They're not competing. They're showing you the diversity of India. They're showing you what different states can do. I can almost believe you're a politician. I'm the minister, so now that's why I support all of them. Do you think we should change it from World Economic Forum to maybe Indian Economic Forum? No, you don't need to do that. You don't need to do that. I've been associated with the organization since it was called a European Management Forum. So I told Mr. Klaus Schwab then, if you have to woo the capitalists of the world, go beyond the European ones. Go and get the Americans also and get the other. So I'm very happy they're doing well. So you're the reason why Klaus Schwab is ruling the world? I'm not the reason. I'm just humble. Who's been interacting with him since the 80s. But you are... India will buy... A Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, who is currently on a visit to the United States, has said that India will buy crude oil from whichever country it wants, and that New Delhi faces no pressure from Washington to cut its energy buys from Russia. Let's listen in. Let me make it very clear. India will buy oil from wherever it has to for the simple reason that this kind of a discussion cannot be taken to the consuming population of India. I mean, just imagine what has happened, the kind of dislocation and chaos you have in some countries, I don't want to list any, but let's say in India's vicinity, where for the love of money, there is no energy. Now, and we have ourselves in one particular case extended assistance up to $4 billion, and a lot of that is in energy. So we have a moral duty to supply. Ja, ik ken het ook niet, voorzitter. Maar ik zou de informeren willen adviseren om niet al te veel in al die conspiratietheorieën. Ik kijk ze ook allemaal op YouTube. Dat is fascinerend hoe dan uitgelegd wordt dat 9/11 niet heeft plaatsgevonden of dat het allemaal anders zit. Dat is heel knap in elkaar gezet. Maar het is meestal wat het is, conspiratietheorie. De heer Van Heijden. Nou, het verbaast mij dat de eerste vraag die ik aan de heer Rutte stel sinds ik beëdigd ben als Kamerlid direct wordt beantwoord. Dank u wel, maar het... verbaast mij dat die eerste vraag direct wordt beantwoord met een leugen. Ik heb namelijk een brief in mijn hand, die dateert van 26 november 2020. En dat is een brief van de heer Rutte aan de heer Klaus Schwab, waarin hij bedankt voor het toezenden van zijn boek. En dit noemt een hoopvolle analyse voor een betere... Ik wil nog graag een interruptie aan de demissionair minister De Jonge willen stellen, maar ik zou het wel zo netjes vinden als de heer Rutte even corrigeert richting Klaus Schwab, dat hij helemaal niet vindt dat zijn boek een hoopvolle boodschap voor een betere toekomst biedt, dat hij het niet heeft gelezen en dat hij dit geen goed boek vindt, zoals hij in zijn laatste reactie zegt. Dat lijkt me toch het minste wat we van een minister-president kunnen verwachten. Die samenvatting laat ik even voor bespreken. Meneer Schwab volgt op de voet alle Tweede Kamer. Ha ha ha!
India will buy crude oil from whichever country it wants, and that New Delhi faces no pressure from Washington to cut its energy buys from Russia.